Hallo sappige leerlings, oh gaan we weer. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, Xander? Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Avatar Log in Omega Ruby samen met Xander van Gaming SB. Dit zijn de enige twee keren dat het mij ooit is gebeurd dat ik mijn oude intro doe van Justus Percamentus, maar ik weet niet hoe dat kan. Ik heb dat effect. Schrijf ja, maar. Ik denk het. Ik denk dat jij dat effect hebt. We zijn hier in de Fiery Path. Ik kan het wel een beetje uitleggen. Dat komt omdat je bent zo hyped. En altijd als je hype dingen doet, dan ben je dat met mij. En dan doe je dat namens Justus Percamentus. Dus vandaar. Als jij het zegt. Ik het, ik wil ook maar wat. Xander kan hier zowel een Nummel als ja. Een Machop vangen. Nou, sterker nog, op dit moment heb ik er 5 op mijn scherm. Dus die Nummel vangen moet wel lukken. Okay. Oh, kut, dat is natuurlijk fire. Dat is misschien... Nee, ze kunnen alle 5 aanvallen. Nee, ja, natuurlijk kunnen ze alle 5 aanvallen. Wat had je daar verwacht, Pompoen? 2 doen focus energy, 3 doen focus energy. Ja, ze zijn wel level 8 of zo, hè. Dus ze doen niet heel veel damage of zo. Nou, ik ben nu al op de helft van mijn damage. Oh, dik oef. Oké, ik doe muddy. Alleen dan kan ik ze dus niet wieden. Oh nee, wacht. Ik heb er nu 1... aangevallen. Dus de rest kan ik allemaal doden. En dan is alles goed met het leven. Dat is ook een keer fijn. Wow, als je uit de grot komt, moet je meteen tegen een Mighty Anna van level 21. Dan weet je dat alvast. Oh. Dan had je beter Balloon bij je kunnen hebben, zeg maar. Kan nog. Kloppen, dan moet je weer helemaal terug. What a gun. Maar je hebt ook Makuhita bij je, toch? Ja. Als die een fight aanval kan, dan kom je ook al een heel eind. Oh, Nummel heeft ook echt een hele hoge catch rate. Oftewel, heel makkelijk te vangen. Gloom moet echt betere aanvallen leren, want ik heb hier echt helemaal niks aan. Hoezo is Muddy de helft van zijn XP? Of zijn HP? Heb ik hem niet. Ah, nee. Ik hit mezelf in confusion. Dit is zo jammer. Dan gaan we naar Blubby. Blubby, doe jij ook gelukkig eens wat. Weet ik wel op welke volgorde ze staan. Wacht, volgens mij duurt het fucking lang voordat we weer in een nieuwe stad komen. Dus dat is wel kut. Oh, echt? Ja. Ja, dit is een punt waar ik echt... best wel vaak dan zit ze van... Oké, ja, welke kamp moet ik ook weer op? Maar volgens mij moet je nu gewoon... Heb je op een gegeven moment wel een strength boulder, maar die moet je niet doen, toch, nu? Ga ik zo even kijken, want... Oh, nee, je moet gewoon die fire path uitlopen, ja, zeg maar. Dat is maar precies. Een klein stukje. Ja, precies. Nee, want dat deed ik de vorige keer en toen kon ik niet verder. De eerste keer dat ik deze game uitspeelde, zeg maar. Oh, dan kan ik een pokeball gooien. Hè? Ja, doe maar. We zijn nu in 111 weer. Als je met een Great Ball niet zit, dan. Dan weet ik het ook niet meer. En hij zit. Dat komt goed uit. Top. Krijgt hij er wel echt heel weinig XP voor. Maar goed. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet zoveel uit. Nee. Oh, wacht. Nu zit die Nummel natuurlijk in mijn. In mijn party. Oh ja. En als je Shedinja wil hebben, dan moet je die uit je party aan. Ja. Sad. Mag teruglopen. Gelukkig hebben we een fiets. Dan kan ik beter eerst mijn chop vangen. Ja. Ja, inderdaad. Dat is misschien een goed idee. In ieder geval gaat dan sowieso al naar mijn PC. Juist. Ja, dus dan is het eerst handig om mijn chop en Slugma te vangen. Slugma mag je niet vangen, toch? Of is Magardo... Dat is Rock Pokémon volgens mij. Oké, Slugma niet namelijk. Oh nee, alleen Magardo is Rock. Ja, klopt. Oh ja, goed zo. Dus die mag je ook nog vangen. Ja. Dat wist ik. Oh. Ik vind Cargo en Slugma namelijk ook best wel
vette Pokémon of zo. Hoezo? Oh, hij heeft me gebrulwind. Ik dacht, hoezo staat Koffing opeens in het veld? Classic moment. It was at this moment that he knew he fucked up. Yes, ik heb hem dit keer wel goed. Weet je nog de vorige keer dat ik het echt compleet verneukte? Ja, toen was het wel meer zo... Wow, ik werd bijna echt gewoon geslacht door deze Makuhita. Oké, Machop is er ook. Top. Very top. Oh, wacht, ik kan natuurlijk evolutie annuleren, toch? Ja, dat klopt. Dat kan, yes. Zeker. Oké, dan is het niet heel erg. Behalve dat hij dan nog een heel level met een open slot zit. Mm-hmm. En we hebben zo meteen wel mijn favoriete route, dus dat is wel nice. Alleen dan mag ik zeggen... Oh, de Ash route natuurlijk. Ja. Alleen ik mag daar maar één Pokémon vangen, zo te zien. En dat is niet echt een Pokémon die je wilt. En jij mag er wel weer twee Pokémon vangen. Oké. Dus dan zou ik even zorgen dat ze evolueren voordat je in die route komt. Want je mag daar weer twee Pokémon vangen. Maar je krijgt dus ook XP. Drie, jij mag daar drie Pokémon vangen. Ja, maar je krijgt ook XP voor het vangen. Dus dat is eventjes. Man, hij moet nog 800. Oké, dat is op zich nog best veel. Ik moet eventjes Pokémon. Is Slugma een beetje. Heb je dat gezien? Of die een beetje hoge catch rate is? Dat kan ik nog zien. Want dan weet ik of ik Pokeballs bij me kan. Nou, catch rate weet ik niet. Ik weet dat die 10% kans is dat je hem tegenkomt. Catch rate... Wow. 190 is de capture rate. Ik weet niet wat dat betekent. Dat is wel redelijk hoog. Want ik had net 255 en dat is het hoogst. Dat is het. Zeg maar. Ja. Nee, dat is het makkelijkste te vangen. Oké. Met Horde had ik 10% kans om die gast te zien, hè? Met Horde heb je 5% kans. Single heb je 10% kans. Oh, oké. Nee, dan doe ik geen Horde. Ik dacht dat je zei andersom zei, zeg maar. Hey bro, hoe is het? Slugma. Macargo. Macargo Fest! Ja. Grappig. Sst. Vergeet dat ik die grap heb gemaakt. Oké. Of vind hem grappig, dat mag ook. Maar als je nee, grap dan vergeet ik hem wel. Dat vergeet ik. Ja, dat dacht ik al. Dat doet dus niet heel veel, dus. Ik kan wel niet healen. 1, 2. Ik dacht even, hij gaat in een pokeball wel zitten en in een great ball niet. Oké, ik zorg sowieso dat ik nog 1 pokeball overhoud. Straks voor de Shedinja. Kom op, doe nou niet zo moeilijk, stuk maar alsjeblieft. Please. Deze cutscene duurt veel te lang. 1, 2, 3. Ja, yes! Ik heb nog 2 pokeballs over. Nou, dat is genoeg. De prot. Oh, wacht. Ik moet sowieso terug. Dus ik had best wel pokeballs bij kunnen kopen, denk ik nu. Maakt niet uit. Maar heb je nou een Slugma? Ja. Ik ben trots. Ik ben ook trots. Dat ging ook sneller dan wat ik had verwacht. Ja. Mij ook. Oh, het kost nou maar... Rust. Ik weet niet hoeveel het kost eigenlijk. Maar niet veel in ieder geval. De hele Secret Base cutscene duurt echt fucking lang. Oh. Laat me met rust, bitch. Ik noem hem Gerrit. Naar de slak van... Ja, de mouw in de slak. Miauw, 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 miauw. Miauw, miauw, alhoewel, ik vond Octo een betere mouw in de slak in die ene aflevering dat Octo ook geslakt werd. Miauw. Miauw, miauw, miauw. Hey, ik heb Grimer gevonden. Maar die willen we niet. Jij wel, toch? Nee. Nou ja, willen. Ik zou hem vangen als ik hem tegenkwam, maar dat is het dan ook. Ik kan echt niet met die bike... Nee, door een deur heen, dat heb ik ook last van. Ja, daar heb ik ook last van. Oké.
die gast ontwijken, want die had ik volgens mij niet geattacked. Een Wingull? Doe eens even normaal. Oké, Rock Smash. Ja, doe dan maar. Ik wil hem nog steeds best wel erg achter, of niet? Ja. Yeah. Hm? Ja. Yeah. En ik moet mijn Nincada nog even volgen straks. Nincada. 824, dat is echt veel. Maar goed, met horde encounters is het natuurlijk zo gedaan en experience share. Nummel. Kijk, daar hebben we Blubby voor. Dan krijgt hij ook een keer kans. Om zich... Oh ja, hij heeft geen wateraanval, laat maar. Dat is minder. Oh, moet ik wel ook die gast in de box doen voordat ik hem involg met. Met dingen in mijn inventory. Camera. Nee, Nummel. Die boss. Nee, doe maar box 1. Dat zijn de dooien. Die willen we niet. Nou, oké. Rosalia. Rosalia. The Battle of the Rosalias. Oké. Je vindt wel chill dat je ook schuin kunt lopen door middel van twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt te houden. Dat kon met vorige games namelijk niet. Komt door de circle pad op de 3DS, hè? Ja, klopt. Maar dat is wel chill dat het kan. Oké, deze Gulpin is zo dood, dat is chill. Level 19. Dus dat levert ook nog wat XP op. Dit is echt een langdurige battle op deze manier, maar dat geeft niks. 200. Nou, ik weet niet hoeveel dingen ze dan krijgt, maar... IJzer is al level 19, holy damn. Gaat echt snel. Ik had verwacht dat IJzer nu echt veel lager level zou zijn. Zoom maar, hoeveel moet hij? 700, dat is wel veel. Ik denk dat dan switch trainen sneller is. Dus ik zet hem gewoon voorop. En dan sweet center, die bitch. Sweet center! Hoop ik dat ik hem kom. Dat zei je? Ik zei die bitch. Oh ja. Ja, en terecht ook. 5 coffins. Nice, dat is chill. Wacht. Poison is zeker ook super effectief op. Oh ja, maar ik heb natuurlijk een ground aanval. Levitate. Waarom ben je nou stil? Hij heeft levitate. Ja, dit had ik kunnen weten. Hoe word ik slim? Even op Google opzoeken hoor. Ja, daar hebben we mee weer. Die sluit het ook echt neef. Ik ben het dubbele aantal levels, gast. Oeh, mee hield mij. Daar houden we van. Oh, ik ben poisoned. Nog een keer smal. Oh. Ik denk, ah nee, switch trainen. Dat hoeft niet, want Nincada is level 19. Tegen al deze level 8 mensen kan hij dat wel aan. Oep. Beter is die dood. Dood gaat ook deze koffie. Toch voor je swipes. Nee. Zelfs niet met 5 keer hitten. Holy de. Nah. Hoe durf ze? Smokescreen ook echt. Electrike. Ik wist dat het een Nincada trash was, maar zo erg had ik het niet verwacht. Eerlijk is eerlijk. Poison gas. Ja, doe maar joh. Doe maar. Tuurlijk. Kan ik er ook nog bij hem. Op zich kan het wel. Meehieltje. Is dat echt vlak nadat ik uit de ding... Dat is het begin van de asroute. Oh.
mugshot. Oh, nee, niet mugshot, Sander. Ik denk het weer bijna. Avoid it? Oké, nu ben ik boos. Nu ben ik echt zo boos. Nu ga ik maatregelen treffen. Anderhalve meter? Nee, erger. Lockdown? Nee, nog erger. Avondklok? Nee. Doodstraf? Nog erger. Doodstraf? Ook, maar ik bedoelde eigenlijk iets anders. Oké. Ik ga niet zeggen, je ziet vanzelf wel. Nou, ik weet dat je het niet leuk vindt, maar moet. Waarom mis ik de hele tijd? Oh, nee, Sander. We gaan geen speedbutton doen. Ik heb je door. Yes. Het duurt allemaal lang met jou, jongen, hè? Hey, ja, ik mag geen speedbutton gebruiken. Nee, en dat doe ik natuurlijk ook niet als jij dat zegt. Gewoon doorlopen, hè? Ja, ik ga... Ik ben nu al zo lang bezig met die coffins. Ik ga ze nu niet... met rust laten. Ja, maar je krijgt ook bijna geen XP van level 8 Pokémon. Je kan beter gewoon enkele Pokémon. Dan krijg je veel meer XP van. En die zijn sneller dood. Oké. Ja, als jij het zegt. Ik mag een spiegel gebruiken, dus dan. Oh, Marquita vol vel. Nou. Ja, dat is wel iets, hè? Harige Yama. Ja, blinde bandiet. Oh, kut, nu doe ik splash. Wat? Ja, ik doe nu splash met Gyarados. Oeps. Top wel. Top. Ja, ik moet tegen een Aron die de hele tijd roar doet. Fucking irritant. Ik kom eigenlijk geen Pokémon tegen. Hoezo doe ik zo weinig damage? What the fuck was dit? Poison. Gaat ze in één keer killen? Ik ga wel switchen. Die stel. Waarom is een Pokémon evolven zo moeilijk? Echt. Ja, Poison, ik weet het. Poison doet ook gewoon 10. Hoezo doet dat 10 HP? Dat is echt. Ligt eraan of je gewoon gepoisoned bent of badly poisoned. Ik weet niet, wat doet Poison Gas? Doet dat Bentley Poison? Nee, ik denk dat gewoon Poison is. Ik dacht alleen dat... Ik weet dat bij Toxic dat het steeds erger wordt, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik weet niet wanneer je Bentley Poison raakt voor de rest. Dat staat er meestal van. Ja. Pokémon raakt een Bentley gepoisoned. Alsof ik let op wat er gezegd wordt. Blijkbaar niet. Pekkaberry. Recover from poisoning. Ja, wie dan? Ik heb er maar één. Nou, dan hij maar. Ninja Boy Lung. Hallo Lung. Oké. Okay. Ja. Echt, ik wou dat het sneller ging. Nog sneller dan met speedo. Nee, grapje. Nee. Ik doe geen speedo meer. Drew level 27. Ninjas. Even kijken, wat doen we daarmee? Die 40, dat is toch niks? Dan moet ik nog 4 keer Pokémon's aanvallen. 2 keer. Oh nee, wel 3 keer. Daar moet nog 200. Of ik ga gewoon die Mighty Hanna. Ik ben er echt klaar mee. Ja, dat is veel slimmer. Ja. En dan Hariyama vooraan. One hit KO, hotseflots. Ja. Zeker nu het een Hariyama is. Ja. Oh. Ik ging met de fiets door een deur. Ejo. Sorry. Ik dacht, hij vindt de shiny zo ging niet tekeer, maar dat viel hartstikke nee, tegen. Nee, daar ga ik wel erg tekeer, joh. Mighty, nou oké. Jij gaat meer. Oh, wee, hè. Als hij nu niet evolved, dan word ik echt boos.
voor Spalm. Ik weet niet of ik eerst... Oh, hij was sowieso al eerst. Dan had ik beter Fighter Turtle kunnen doen. Ah, maar goed. Het is toch 1 KO. Kijk toch. Holy damn, 700. Ja, Zoomer level 20. Hè. Hij heeft het licht gezien, hoor. Twee pokeballs, dus als het goed is... Kom op. Schiet op. Hey, een Ninjask. Waar is de Shedin daar? Nee, die komt niet in het filmpje zeker. Nope. Die krijg je gewoon ineens, heb je magisch... Dubbel team. Ja, dacht het niet, hè? Furry Cutter. Oeh, die klinkt wel goed. Ja, die gaan we doen. Dat is wel beter dan Leech Life. Dat is echt zo'n aanval van niks. En Screech, gast! Leer nou eens. Nou ja, eigenlijk is het wel fijn dat hij... nieuwe aanvallen leert, maar... Pokémon. Ik heb een Shedinja. Nice. Level 20. Oh ja, tuurlijk. Dat is wel logisch. Nee, level 1. Ja, ik weet ook niet waarom ik ineens dacht van... Oh, holy damn, level 20. Holy. Ja. Maar goed. Nu moet ik wel even terug, want nu moet ik eventjes mijn Breloom even meenemen. Even terug. Ja. Ik moet mijn Breloom namelijk meenemen. En mijn allerliefste nieuwe aanwinst van mijn team, Nummel. Ondanks dat hij level 8 is. Maar goed, dat doet even niet toe. Ik heb echt de keuze van Pokémon's die ik mag vangen is echt niet heel. Dat is echt niet te doen. Oh, echt? Ja. Yeah. Hoe werkt dat met Sturdy als je Arm Twist doet? Dan gaat Sturdy niet in zijn werking, omdat het meerdere attacks zijn. Ja, dat dacht ik al. Want dan gaat hij eerst... Wordt hij gesturdied en dan daarna doe je nog een tweede, toch? Exact. Ja. Cool. Ik ga deze water... die vissers wel even verslaan, want... mag in ieder geval straks een Zengoose vangen. En ik mag Swablu ook vangen, maar ik mag hem dan niet evolueren, dus dat ga ik niet doen. Oh ja. Oh wauw, dat is echt best wel lame. Ja, waarom ben ik naar deze Gyarados gegaan? Ik wist niet dat hij een Gyarados heeft. Dat is echt een probleem. Ja, dat is kut. Oh nee! Wat? Ik heb geheeld, maar ik heb niet de Pokémon in mijn team gedaan. Jij flappende drol. Hou je Shedinja wel in je team of niet? Nee. Al die moeite voor de Shedinja. Ja, maar ik wil hem gewoon, weet je wel. Mm-hmm. Kijk, weet je, ik heb te weinig ruimte om alle goede Pokémon te hebben. Geef mij die luxe. Oeh. Want... Ja, ik wil Nummel, wil ik. Ik wil Aaron. God, hoezo kom ik niet uit mijn box? Waarom? Als ik toch op B druk en daarna op A, dan is het toch logisch dat ik uit mijn box wil? Nee. Waarom als je op B drukt, vraagt hij continue? Waarom zegt hij niet wil je weg? Dat is een logischer... Zeker. Nee, dat is gewoon onlogisch. Nou, de Gyarados is eindelijk dood. Oké, okay. Oh, cool. Nou, oh, als hij ook een Gyarados heeft, word ik echt chagrijnig. Nee, een Corphish. Hey, Torkoal. Whist.
Fucking Pike. Oké. Even kijken. De asroute, dus dan moet ik hier weer omhoog. Dan moet ik die Ace Trainer verslaan. Ja, oké. Nu ga ik speed. Vol on speedrun mode. Je kan het, ik geloof in je. Een Electrike. Oh, Blinde Bandiet staat voorop. Alsnog. Kan wel een one-hit KO'tje worden, toch? Ik zit echt... Het wordt echt spannend straks tegen die slaking van Norman. Oh, ja. Maar we moeten eerst... Maar wat is op de vijfde gym? Of is het ja, hier nee, dat is de vijfde gym. Maar Oh, okay. Ik zit daar al een beetje mee in mijn hoofd. En er wordt tijd dat mijn Gyarados een wateraanval leert. Baggen, wat moet ik daar nou tegen doen? Ja, nee, snap ik. Dat is ook... Duurt het zo lang? Ik zou denken in deze games dat het wel iets sneller is. Wat? Wateraanval? Nee, ja, helaas. Ja. Ik weet ook niet waarom, maar... Ik zal eens kijken. Oh, Baggen is natuurlijk alleen nog maar Dragon. Ja, met Rock Slide geen zin in. Dat ik beter een step. Zijn eerste wateraanval leert hij op level 35. Say what? Ja. Say that again. Wat is dit voor onzin? Als ik straks nog een Flannery Weet je zeker dat je in generatie 6 zit en niet in generatie 4 of zo, waar alle Pokémon zitten? Ik weet het zeker. Ik weet het zeker, Sander. Ja, echt niet oké. Ik ga wel even op zoek naar de Zangoose. Maar het is echt kut, want ik heb natuurlijk een water Pokémon nodig voor Flannery straks. Oh ja, dat wordt echt sweet. Waarom echt als je deze game speelt met Rock gedoe? Als je deze met Avatar Lock en dan Rock kiest, ja, dan ben je echt goed. In de pocket. Ja. Gewoon. Ik merk het nu pas hoe misschien erg dat je bij de eerste gyms geluk hebt met die. Maar misschien komt dat straks nog, hè, dat jij genaaid wordt. Dat is waar, maar in het begin moet je het juist hebben van je starter. Dus. Ja. Maar later, dan heb je zoveel Pokémon, dan heb je bijna alle types die je kunt wel. En dan heb je dus waarschijnlijk ook voor de meeste dingen wel wat. Mm-hmm. Ik heb Zangoose. Nice. Ik niet. Een Zigzagoon laat het ook gaan. Ja, maar Zangoose is een andere Pokémon dan Zigzagoon, hè? Hmm? Zangoose heeft niks met Zigzagoon te maken, hè? Oh, wacht, Zangoose is... ik dacht aan Linoon. Ja, die heb ik ook, ik maar... haalde Zangoose en Linoon door. Want Zangoose is die vijand van Sevipur, die katachtige. Ja. Die vind ik wel vet, man. Die is wel... En die is volgens mij ook nog best wel sterk, of niet? Dat weet ik niet. Ik heb nog nooit een Zangoose gepakt. I don't care about your secret bases. Laat me met rust. Ja, dat duurt echt lang. Daar was ik net ook al over aan het zeuren. Voor de vorige aflevering. Of al twee afleveringen geleden. Hey jongens, ik ga even een dutje doen. Tot later. Nee. I'm joking. Ik ga wat drinken. Deze aflevering is ook alweer bijna voorbij, hè? Oh, echt? Ja, het is alweer bijna op een half uur. Oh, ik druk alleen maar op A en ik heb nu heel veel uitroeptekens getypt. Nice. Nou, leuk hè, voor die man. Op jongen, gast. Mag ik echt geen speed-up gebruiken? Ja, ook niet bij dit. Voor hem wel. Oh, speed-up! Helemaal blij, deze man. Oh, ja, moet ik nog naar die asroute toe komen? Ja, ik ben al verder, maar doe maar. Volgens mij ben ik er echt bijna namelijk. Ja, als May naar je toe komt om je te healen, dan... Ik moet eerst nog tegen Wingo. Ik dacht oprecht... Dat ik er bijna was, maar... Ik moet eerst nog tegen zo'n gassie. Very sad. Oh, hier mag ik ook al geen Pokémon vallen. Ik word echt... Nou, dit wordt een XXL-aflevering, jongens. Nee. nee.
Alleen deze gast waarschijnlijk. Ik denk dat we voor de volgende aflevering weer even gaan shiny hunten. Ik denk dat ik eventjes ga trainen. Dat ik iets sneller doorheen ga volgende aflevering. Maar kan je dat dan niet beter buiten een aflevering doen? Ja, dat bedoel ik. Voor de volgende aflevering. Of jij moet hierna nog eentje op willen nemen? Nou, dat wou ik op zich wel. Maar we kunnen het ook niet doen. En dat jij inderdaad gewoon gaat trainen. Dat vind ik ook prima hoor. Ja, dat is denk ik wel wat handiger. Want nu... Ja. Nu loop ik achter en ik loop alleen maar verder achter, zeg maar. Uh-huh. Jij moet dan shiny hunten. Het is een beetje saai. Nou, dat moet sowieso natuurlijk, hè. Want jij kan niet echt verder gaan, zeg maar. Ja. Zonder het op te nemen. Nee, dat klopt. Maar alsnog, als ik wat sneller er doorheen kan... Ja, precies. Dan dat is het wel chill. Dan ga ik sowieso... Ben je al klaar met die Wingo, of niet? Ja, met de Wingo wel, maar hij heeft nog... een andere Pokémon. Dan wacht ik daar even op en dan... de einde van de aflevering. Megadrain. Holy damn, dat deed meer dan verwacht. Want in de volgende route, waar jij, die Astroute waar je zo bent, mag jij 3 Pokémon vangen. Een Spinda. Ja. Een Skarmory. En die andere Pokémon die je daar... Ik weet even niet welke het is. Oh, Oké, cool. Ik heb Spinda trouwens niet gevangen, dat snap je wel. Ja. Ja, nee. Ja. Wie kan ik nog meer? Sorry, ik... Mijn blinde bandiet was om 16 HP. Ik was eventjes... Sandshrew kan je daar ook van. Sandshrew, ah. Ik ben er. Was het route 113? Ja. Ja, oké, dan ben ik er. Sluit maar vast af. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. En vond je dit nou een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Sander te checken in de beschrijving. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering van de Avatar Love. Wat wil je zeggen, Sander? Ik zei, vind ik leuk. Vind ik leuk. Als je me checkt, bedoel ja, ik. Ja, precies. Dus. Adios, amigos.